Het is een prachtig evenement en leuke paden waar we langs gekomen zijn. Met een ouderwets potje ringsteken gaven wethouders van Grote Gast en Marum het officiële startschot voor Westerkwartier Paardenvertier. Het toerevenement werd vandaag voor de eerste keer gehouden. Zo'n 130 ruiters en menners uit de drie noordelijke provincies deden mee aan de tocht, die door de stichting Westerkwartier Paardenkwartier werd georganiseerd. Die stichting is in het leven geroepen door de provincie Groningen in 2010, omdat dit het dichtst bepaarde gebied van de Europa is. Er zijn hier de meeste paarden op een vierkante meter. En dat zie je ook in het aantal hippische bedrijven wat we hier hebben, die ook steeds meer en meer lid worden van onze stichting en een bijdrage leveren. En een van die speerpunten is die men- en ruiterroutes om dat recreatieve deel te ontwikkelen. De toertocht moet het Westerkwartier dus beter op de toeristische kaart zetten. En dat lijkt tijdens deze eerste editie al aardig te lukken. De deelnemers reden alleen of in groepjes door het afwisselende landschap van de gemeentes Grote Gast en Marum. Heel leuk. Het is mooi weer. Mooie route. Zandpad, wegen. Nou ja, we hebben eigenlijk van alles wel gehad. Leuk. Het is een stuk van Groningen waar ik zelf eigenlijk nog nooit geweest ben. En ik vind het erg leuk om op deze manier de kennis mee te maken. De paardenliefhebbers konden kiezen uit drie verschillende afstanden. 13, 17 en voor de marathonrijders zelfs 22 kilometer. We doen de 17 kilometer. Dat is de eerste echte rit die we met haar zo rijden. Meestal rijden we gewoon bij huis. Dus we dachten nou, de 17 kilometer is eerst genoeg. Het evenement bestond niet alleen uit een toertocht. Onderweg konden de rijders vijf verschillende behendigheidsproeven doen. Ja, dat is voor mij helemaal nieuw, want normaal doen we altijd gewoon mennen. En nu een keer een iets ertussendoor, een spelletje. En dat is best wel leuk om eens een keer mee te doen. Ja. De organisatie heeft nu al besloten dat er volgend jaar een tweede editie van Westerkwartier Paardenvertier komt.